Welkom vanuit het zinnige hand. Mensen, dit is de laatste van de vier uitsturingen die wij maken. We gaan schitterend mooi waar nu. En we hebben een prachtig programma. En aan het eind van het besluit, dan maken we nog een heel groot koor. Dus hoe zij de schijn blijven. Dan ga ik nu naar de voorzitter van uw voetbalwacht, Jelle Jan de Welde. Dag Terke. Oh. Welkom Jelle-Jan. Ja, dank u wel. Daar ben je voorzitter van de Vogelwacht en nu is mijn eerste vraag eigenlijk, hoe lang besteedt de Vogelwacht? Nou, de Vogelwacht die besteedt denk ik nu zo'n 60 jaar, want ik kan me nog herinneren dat we mij ons 50 jaar besteden een prachtige mooie dag jongen met de leden al hier. Dus ik denk dat we nu zo'n 60 jaar bestonden. Maar daar ben je vast niet je 60 jaar van lid van die Vogelwacht? Nee, dat klopt. Ik ben vanaf mijn 16e denk ik een beetje lid van de Vogelwacht. En wat ga je mij bedanken bij die Vogelwacht? Nou, de Vogelwacht die houdt met name bezig om de mensen te voorzien van de ijziekers en nijswaardkaarten. Dat we nijswaardploegen hadden die hun gegevens keurig netjes inleveren bij de BVW. En daar hebben we een hele trof wat drokte mee. En ga je hem nou echt brood last van krimp? Bij de leden dan bedoel ik eerst, maar... Nee, bij de leden hebben wij geen krimp te hebben, maar bij de vogels hebben we wel krimp. Je hebt daar dus wel krimp? Ja, dat maak ik eerlijk ja in zeggen. En wat kunnen we daar dan doen? Nou, ik denk net dat wij de volgende aan kennen, want het is zo, we hebben een boer die hier in het reservaat die we hier gewoon hebben, hier een stukje loon van 3 hectare. En dan weer één keer het jaar weer het loon, want ja, schermaatjes zeg maar, het gewas op. En dan weer let in het jaar, dus hij kon uit het jaar net weer heen, dus oerlijst diepe sporen. En het voest in de maatje, het voest er weer waarom, maar wat begroeiingen zaten erbij, dus er was een prachtig mooi plakje loon om op te lezen als vogels zijn. Er wie alleen wel wetter en eten. Daar gingen we op een plakje van 3 hectare we zo'n tolwe spanliepen. En we hebben nu nog ongeveer 50 hectare in de Nijswarg. En daar zit nu maar misschien 4 spanliepen. Dus we hebben wel wat krimp, dat klopt. Ja, dat snap ik dan. En wat doet de Nijswarg eigenlijk meer als alleen maar nesten tellen? Nou, voor de Nijswarg hebben we nou op Joerdedij ploegjes. En binnen zijn ploegje hebben we een Nijswarg-coördinator. En zo'n Nijswarg-coördinator die leidt aan de gegevens ver die ze als ploegje voen hebben. En dan hou ik de gegevens mooi up-to-date. Voor hen brachten ze het één keer hier bij mij en dan mocht ik dat opsturen centraal vanuit de Uswacht naar de BVW. Maar doordat we nu vanuit de ploegjes wij die het nou een Nijswarg doen. Dus dan in de Nijswarg-coördinator. Ja, dat snap ik. En dus Jim had wel last van krimp, als ledental net. Nee. Maar ik vind ze staan gewoon, ja, dat ijsziekje er nog wel wat aan. Ja, dat ijsziekje er nog wat aan. Natuurlijk er nog wat aan. Dat is het meeste wat er is. En ze nemen het staren gewoon van je zo, want je hoort dat maar smaaien een stuk papier het loon in en een mobieltje en maar strooien als je lippen aanvoeren hast. Doen we er best een administrateur is het loon in, maar in plaats van een ijsieker. Nou ja, maar ik had zelfs aan gedachten van, er zijn een hele grote oudere mensen die denken van een mobieltje, dat is vier van mijn tijd, of vier na mijn tijd eigenlijk. Maar en dus die leveren de pas in en dan is er geen ijsieker meer. Ja, dat klopt. De oudere mensen die hebben wel wat problemen met die al die nijigheden. En wij proberen ze zo volle mogelijk erin te begeleiden. En we proberen een jonge Nijswarg als coördinator aan te melden binnen zijn groep. Daarmee proberen we wat op te vangen. Mooi. Nou, Jelle-Jan, ik ben heel wat wezer geworden. En ik denk van de luisteraar en de showgezak dat ik wil die tegen bedanken voor die interview. En ik wens je die verder succes daar. Nou, graag die intrekken, jongen. En als je nog meer weet, was het maar rustig even daar. Doei. Meesing, ik sta hier bij de Fjouwer H Media Commissie. En nou denk je hem vanzelf al je van wat is dat nou weer? Nou, ik stel het eens even in je vreetje. Jetty Hof, doe bist lid van de Fjouwer H Media Commissie. Kist ook de meesing even uitlezen wat je hem precies doet? Ja, dat zul ik even proberen. Nou, wij samelen al je materiaal over die Fjouwer H dorpen, zoals foto's, aanzichtkaarten, filmpjes enzovoort heen. En dat willen we bewaren voor het nageslacht en daarom digitaliseren wij dat al hier. En dan kan de meesten hun eigen materiaal weer om. Ja, precies. En hoe lang besteed je hem nu? Wij besteden sinds 2004. Juist. En Jim, heb je van alles en nog wat te keep? Liek het het haast wel? Is dat ik zo? Nou ja, het liek het het haast te keep, maar we hadden te keep gewoon. In 2008 hebben we een boek uitgebracht en daar ben je inmiddels al zo'n 100 exemplaren van verkocht. Zo'n 100 maar liefst. Ja. Dus, en Durkje. Durkje is ik aan de lid van de Fjouwer H Media Commissie. Wat vinden de meesten eigenlijk over het algemeen van het boek? Oh, dat was zo geweldig. Elk vond het prachtig. Juist. En de DVD? Want daar ben ik naar 12, dacht ik.
deze twee. Wat vinden de meesten daarvan? Daarvan was even naar Jelle en die is achter hier bij ons in de tent. Jelle de Wilde van de Vogelwacht, zeker? Ja jongen, dat is Jelle van de Vogelwacht. In de camera ploeg ik meekomen? Ja. De hoest even weten van de dvd's, ik begreep me. Ja, precies. Nou, wij hebben een groepje dvd's uitgebracht bij Van Ien. Die besteedt u de jaren 60 en 64. En door deze vrijwilligers van u, die hebben we versjongen van commentaar. Daar hebben we prachtige exemplaren van maken. Mm-hmm. En in 2009 hebben we nog weer een nieuwe dwarsfilmmaatje leren. Ja. Sietse en Jeldo de Vries van Heidemem Studio. Uit Ljout. Juist. Dat ik extra onbevelen bij de meesten die het nou dat het zeggen. Als er wat dingen weten worden, maar dus als ik rustig even bellen, want dat is geen probleem. Goed, en Jim, heb ik een website, heb ik begrepen? Ja, maar dat mag even bij Kees. Hè. Kees had op zijn laptop hier een... Kees, ik lid van de Vjouwerhaakcommissie. Ik lid van de Vjouwerhaakcommissie. Ja, precies. Nou, zeg eens even wat over de website. Nou, die website die is er voor de toegankelijkheid van ons archief. Want een archief is hartstikke mooi. Een tichte kast ligt het naar neer, maar een website is altijd hier. Oké. Okay. Nou, en Kees, misschien, ik krijg even iets inlitten van de website. Ja, het makkelijkste ligt me, want we hadden hier geen internet. Om dit zo even zien te litten, en misschien dat de camera het even oppikken kan. En dan wil ik je ook nog even wezen op dat nieuwe boek dat er rondkomt zit. Ja. Dan moet je hem aanst even op dat plakkaat zien. Juist, een nieuw boek. Wanneer komt dat uit? Nou, wanneer het uitkomt is nog net bekend. We zijn dwanden met het samenleven van het materiaal. Ja. En we zijn verhalen aan het schreeuwen en foto's aan het scannen en zo. Maar een deadline hebben we nog net. Precies. Nou, dan wachten we dat met spanning op. Bedankt, zoals ik zei, ze meesten hier in de partytent van de Vjouwer H Media Commissie. Dan wil ik nu eigenlijk overgaan naar het volgende item. Hier is Harke Leekstra weer van Leekstra Krimp en Partners. Je wordt alweer de laatste maatregel in de krimp. Je neus besteedt mevrouw Pietje Kratje, directeur van Wenningstichting Uit van Hoes. Zij zult zeggen wat nevens haar de beste maatregel is in de krimp. Mevrouw Kratje, welkom. Goeie. Ik stek voor het verval. Wat kan nevens jouw dwarsbelang nog het beste doen om de krimp te voorkomen? Nou, zoals je weet, wordt de krimp mij veroorzaakt door de verpaupering van gedeelten van het dorp. Dit komt door de vaak oude hierwenningjes die het leeg stienen of door jongeren bewennen worden. Nou, dat is voor u net meer verantwoord om daar nog geld in te steken. Die wenningen die vroor in krotten en hoe meer van die wenningen dat er binnen is in het dorp, ja, dan wilden mensen er net meer heen te waaien. Ja, dit verschijnselt juist in meerdere dorpen, maar wat is nou je oplossing? Nou, dat zal ik je ook correct vertellen. Wij willen die hierwenningjes verkeerpen. Ja, de nieuwe eigenaar die maakt ze maar slopen en dan een nieuwe hoesje erop bouwen. Ja, maar we zijn dwarpers handen, hadden we hier wenden horen. Waar moet ze zulke hoesen opkeepje, afbreken en dan we hem naar je opbouwen? Dat is dan net een betaling? Nou, wij als bouwcorporatie in elk geval net. Hantem is maar een liets dwarpje in een krimpgebied. Wij hebben maar een beperkt budget en dat moeten we zo goed mogelijk verdelen. Nou snap ik een paar ding net in jouw verhaal. Hantem leidt wel in een krimpgebied, maar het is zelfs geen krimp. Je hebt zelfs meer hier wenden nooit nodig. En verdielen betreft het nevens mij dat els wat kruid. Je steekt geen enkele euro in zulke dwarpenmashanden. Dat is dat je verdeelt meer. Nogmaals, wij steken alleen nog geld in dwarpenwet dat verantwoord is. En wat doen we dan met je eigen hierwet? Wij willen dus als bouwcorporatie uit van Hoes zo gauw mogelijk weer omloeken uit dwarpenmashanden. Ja, maar dat kun je toch niet zissen. Aanpakken ze jou nog? Nou, dat zal wel wat mij vallen. Ja. Maar zo werk je door de krimp alleen maar verder in hongen. Nou, dat is ons probleem net. Wij moeten de hollebopperwetter horen. En dan kunnen we dus geen investeringsmeer in zulke lietse dwarpjes veroorloven. Ja, maar je had de verplichtingen in over de hierders. Nou, die kunnen een hele mooie hierwente krijgen in een van de gruttere dwarpen. Nou, het is mij zo langs mijn onverduidelijk. Mevrouw Kratje, dank u wel. Nou, naar mijn dwarsbelang. Mijn dwarsbelang, nou maar zien wat ze mooie vijf maatregelen doen. Verder denk ik dat dit een mooi moment is om van het einde van dit werk van Leekstra Krimp en Partners. En jou ik het woord nou graag weer om aan de presentator. En even Krimp en Partners, succes. Ootzien. Ja.
fue la raquítica forma del agua. Fue la primera arbolada pintada en su voz. Fue la vasija disuelta en el alma. Fue una borrasca sincera dormida de amor. Es la armadura discreta del alba. Ik ben Durki Jellema. En wat al weer? Ik ben je vrijwilligste in Oudskwallen. Ik vind dit nuttig voor de gemeenschap zelf, want wij draaien hier een brood met vrijwilligers. Voor de contact met alle mensen die hier komen, dat vind ik heel mooi. En met de oren vrijwilligers, die ik hier altijd mee geven. Daar wil ik heel veel plezier. Dat is echt wel ja, mooi. Goedemiddag, dames. Heinrich, mijn switchen, dan heb ik wat druk voor u, het dwars bladje. Nee. Je had er geen last van? Dat is zo mooi, ik trok het net mis. Maak het allemaal wat lawaai, hè? Maar dat. Ja? Nou, bedankt. Succes, hè? Ja, ik ben er nog. Goeie. Goeie. Waar ben je? Ik ben Hendrik van der Heijden. Waar ben je? Ik zal eventjes drukken voor ons dwarspletje. Dat door jou altijd? Ja, wij hebben een drukploeg. En we drukken ons dwarspletje in 2 gedeeltes. Er zijn gewoon die het redactioneel drukken. En ik druk de advertenties. Dus daar zit ik nou even mooi aan de gang. En dat is ook het mooie van ons dwarspletje. Zat ik al saai, we hebben verschillende ploegen. Waar het wat drukploegen, maar dan ben ik een heel veel vrijwilligers die het schreeuwen. Er is iemand die de opmaak verzorgt en die alle advertenties regelt. Dan is er nog een hele ploeg vrouwen die het niet werk verzorgen. Dus er zijn al meer dan 30 vrijwilligers maar in het spier. Hier is Jonah Maria, maar de ploeg is volle en volle grutter. Mensen, dan zijn we nog bijna aan het eind van onze 5 uitsturings live hier vanuit Hantum kwam. Maar voordat we afsluiten met een heel groot koor, willen we eigenlijk even een paar mensen bedanken. Of net tegen? Ja, en dan wil ik allereerst natuurlijk Geert hier hebben. Hij had ons hier wel sabot plagen. Maar Geert, daar kreeg een stokje van me. En daar zet hij mijn skat aan. En dat is een Leeds beerke met een groot t-shirt aan. Dus dat is het teken van Buus, geen krimp. Alsjeblieft, Geert. Dank u wel, teken. Het weer werd een genoegen met de Hantemus. Oké, bedankt. Normaal zijn we naar die plak, want daar had staan een teken in beeld. Nu. Ja, weg. Dag jongens. Dag, Geert. Ik je hele cameraploeg natuurlijk bedankt, hè? Want hebben we een geweldige week gehad. En al die mensen die mij werken hebben bedankt. En al die mensen die het publiek zitten bedankt. En het waar bedankt. En het toneel. Hier, Harke Leekstra. En al die mensen die daar deel kwamen binnen, die bij Harke Leekstra West binnen. Toneelvereniging Het Hantemer Ploegje. Geweldig. Wat hebben we een prachtige dag, hoor. En wij gaan weer verder met een massaal koor. Op het publiek. Derde. De warme been voor de oude Rijn. De jeugd die loopt, u warme mij, maar er geen mij hier meer bij. De smalle dicht, de winkels voort, een leven lucht uit de warme schoot. De lucht dat dit, en dan ben ik blij, maar er geen mij hier meer bij. Sinds dat bij Christus ben, voor
fijn. Ze weer hikken en zijn. Ja, jong en oud, ja, elke zon. Die viert een tuurtje, die viert een boom. Die smak en spul, al op het plein. Ze weer hikken en zijn. Let u zussen dat bij Kruts ben. Hoi, maak je jirre op. Yeah.